Ik ben Nico van Splunter en ik ben hier in de wijk Pastor. Oké, dus wat doet u eigenlijk? Ik geef hier leiding aan een kleine groep mensen die hier bezig zijn om een nieuwe kerk, een multiculturele kerk, van de grond af te krijgen. U heeft de stap genomen van Amsterdam naar Spangen te verhuizen. Hoe was dat voor u? Nou, dat was wel een hele stap. Er gaat een heel proces aan vooraf. Ik ben hier gevraagd door de Pelgrimvaderkerk in Delfshaven om dit werk te gaan doen. En dan ga je er eerst over nadenken. En uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt dat we dat wel wilden doen. En ja, zoals je ziet staan er nog wat dozen. Ik ben nog niet helemaal klaar met uitpakken omdat we hier nog maar kort wonen. En ik ben blij dat allemaal boeken erin staan in ieder geval. Ja, het is heel divers. Ik ben ook supervisor en coach, dus daar zijn een aantal boeken van. En voor de rest is het, hier staan allemaal religies. Ja. Theologie. Oké. Ja, dit is mijn, het is een boekje. Een klein boekje. Ja. Die mag je wel hebben. Oh, dank je wel. Het is een afscheidsbundeltje wat ik in Amsterdam heb geschreven met korte verhalen. Nou, ik ben vorig jaar hier begonnen, 1 november. Dus we zitten echt in de beginfase, dus ik kan nog niet zeggen of het echt gelukt is. Ik vind het wel heel leuk dat ik heel veel contact heb in de wijk. En dat is leuk om te doen. Geloven in Spangen, wat houdt het eigenlijk in? Geloven in Spangen is de verzamelnaam van alles wat wij als Geloven in Spangen, de organisatie, doen. De naam zegt het al, wij geloven in Spangen. We geloven als mensen die geloven, maar we geloven ook in de wijk. We zijn dus eigenlijk bezig om een nieuwe kerk in de wijk te starten. Een multiculturele kerk waar iedereen bij welkom is, maar die niet alleen op zondag kerk is, maar vooral ook door de week met elkaar kerk is. En die ook iets wil betekenen voor de wijk. Ik heb erg leuke contacten in de wijk met heel verschillende mensen in de wijk. Jonge mensen, wat oudere mensen. Mensen die vanuit een organisatie ergens voor werken. Hulpverleners. Maar ook gewone mensen die gewoon de hond uitlaten of naar school gaan in de wijk. Nou, in ieder geval zijn alle mensen welkom bij onze vieringen. Die zijn 1 keer in de maand op de 4e zondag van de maand en dat doen we in de Margrietschool. Daarnaast zijn we bezig met allerlei dingen te organiseren die we al een aantal jaar doen. Dat is kinderwerk, dus jongerenwerk, maar ook vrouwenwerk met name. Er zijn heel veel verschillende dingen, dus kom eens langs in het vinkje Bellemistraat 2. Zullen we kijken in bij je ontmoeting? Prima, leuk. Ja. Ja, kom maar. Dit is het vinkje. Welkom. Je staat nu in de woonkamer van het vinkje. Dat is ons ontmoetingscentrum. Nou, er gebeuren hier een aantal activiteiten. Jongensclubs, kinderclub. Op zaterdag zitten hier zo'n 15 vrouwen soms die met elkaar creatief zijn of met elkaar thema's bespreken. Kinderclub draait ook goed. Er zijn ook 20 kinderen, maar we zitten een beetje aan de max qua ruimte. Hieronder hebben we overigens nog wel een kelder waar we ook nog wat ruimte hebben, maar... Ja, we moeten het ook nodig gaan opknappen. Dat gaan we zaterdag doen.